Ashraf, je zit sinds je vijfde bij de club. Vandaag je debuut in de Kuip. Wat doet dat met je? Ja, het is een fantastisch moment voor mij, wat jij zegt. Ik zit hier al zo lang bij de club. Ik heb hier zo hard voor gewerkt. En uiteindelijk is die dag gekomen. En ik ben er alleen maar super blij mee. Ja, lang op gehoopt. En nu is dat moment er dan. Wat heb je er specifiek aan gedaan om hier te komen? Specifiek, ja, natuurlijk wat elke voetballer doet. Zichzelf elke dag blijven ontwikkelen. Jezelf elke dag proberen te laten zien aan de trainer op de trainingen. In de oefenwedstrijden die geweest is voor mij dan afgelopen week. In de interlandperiode. Ik denk dat ik mezelf steeds beter heb kunnen laten zien. En dat beloont zich tot vandaag een mooi debuut. Ja, en je trainde al een tijdje mee bij het eerste. Wist je van tevoren dat vandaag je moment zou worden? Nee, ik wist het niet. Het is natuurlijk, we hadden niet heel veel spelers op de bank. Dus je hoopte er dan wel op. Maar voor mij is het niet minder op hoor. Ik vind het nog steeds een hartstikke mooi moment. Ja, precies. En heb je er al eerder dichtbij gezeten bij dat moment? Ja, klopt. Tegen Utrecht thuis. Toen stond ik bij de zijlijn met mijn shirt aan, alles. Alleen ja, toen was het toch niet wat de trainer wou doen. Kon ik weer gaan zitten. Ja, en hoe heb je specifiek toegewerkt naar vandaag? Nog op een andere manier dan normaal? Nee, gewoon mezelf keihard bewijzen. Elke training, elke, wat ik zeg, de oefenwedstrijden voor mij. En alleen maar beter worden. En vandaag was gewoon een mooi moment voor mij. Ja, en de trainer die riep meerdere malen je naam vanaf de zijlijn. Ja, klopt. Wat heeft hij je van tevoren meegegeven? Dat ik gewoon mijn eigen spel moest gaan spelen en dat ik vooral moest gaan genieten. En natuurlijk gewoon vanuit de organisatie gaan spelen, want het stond toen 1-0. En we horen dit soort wedstrijden gewoon te winnen. En dat hebben we daarna gedaan, de 2-0 voor ook, dus dat is hartstikke mooi. Ja, en hoe groot is die druk op je schouders op dat moment? Ja, voor mij, het is een hartstikke mooi moment. Maar ik denk op zo'n moment als jij binnen de velden wandelt, dat je alles vergeet. En als kleine jongen zijnde, wat je toen wou, lekker voetballen, dat ging alleen maar door mijn hoofd. Gewoon lekker voetballen, je ding doen en trots mogen zijn dat ik in deze shirt mag spelen. En ben je tevreden over wat je hebt laten zien vandaag? Het kan altijd beter, tuurlijk, maar het is een mooie eerste stap en ik hoop dat mijn carrière nu pas gaat beginnen. Ja, normaal is je vader er altijd bij, uit het thuis. Ja, dat is nu onmogelijk. Hoe moeilijk is dat voor jou om juist op dit moment dan je debuut te maken? Wat je zegt, mijn vader, sinds mijn vijfde, elke training en wedstrijden, maakt niet uit hoe laat of waar we speelden in het buitenland. Hij stond altijd achter me en nog steeds steunt hij mij elke dag voor de training. Van blijf je best doen, jongen, jouw kans, kom nog. Altijd klaar voor me staan. Dan is het jammer dat hij vandaag er dan niet bij kon zijn. En de rest van mijn familie en vrienden ook niet. Maar ik weet dat hij heeft gekeken en dat hij super trots op zijn zoon kan zijn. Deze video is klaar, maar treur niet. Klik hier en hier voor nog meer beelden.